zijn nu in Amsterdam bij de theaterschool. En hier heb ik op de Nationale Balletacademie gezeten, 9 jaar lang. Mijn ouders namen me, en mijn opa en oma, die namen me altijd veel mee naar dansvoorstellingen van het Nationaal Ballet. En ook van het Nederlands Danstheater, Scapino Ballet. En daar is mijn interesse denk ik ontstaan. Ik zag dat en die sprookjes op toneel en ik dacht, dit wil ik later ook. Het idee voor de stichting Jazz & Dance is ontstaan na mijn afstuderen. Ik wist niet of ik genoeg voldoening zou halen uit puur repeteren en optreden. Want ik ben behoorlijk reislustig en ik hou van avonturen wat dat betreft. Dus ik besloot om naar India te gaan, om daar in een van de armste staten van India, Bihar, op een school danslessen te geven. Eigenlijk is in India, toen we die dansles aan het geven waren en daar waren en we zagen wat het met de kinderen deed, toen is het idee ontstaan. Een Jazz & Dance project houdt in dat we 2 maanden danslessen geven aan kansarme kinderen. Ik ben naar Indonesië gegaan met Anne Rose. Toen wisten we helemaal nog niet hoe het was om met straatkinderen te werken. We wisten dat we naar een opvanghuis voor straatkinderen gingen. Maar we wisten niet dat dat zo'n specifieke groep kinderen is. Met zoveel, die al zoveel hebben meegemaakt. En hele heftige verhalen hebben allemaal. En vaak al zoveel verder zijn dan wij zelf. Ze hebben al zoveel meer meegemaakt. Voordat wij er naartoe gingen, zeiden de leraren tegen ons, ja, waarschijnlijk gaat niet iedereen meedoen, want als ze iets niet leuk vinden, dan stoppen ze er gewoon mee. Uiteindelijk stonden alle 77 kinderen op toneel en iedereen deed mee. Laurie, wat vind jij nou zo mooi aan dans? Ik vind het zo mooi dat het een taal is zonder woorden. Dus het is universeel. Dat is natuurlijk ook met de stichting zo mooi. Dat we kunnen in principe, want heel vaak vragen mensen aan ons van, maar hoe werkt het dan met taal en zo? Maar ja, we hebben in principe heel weinig woorden nodig om uit te leggen wat we willen, want we doen het gewoon voor en de kinderen die moeten het gewoon nadoen. In Indonesië hebben we, in de periode dat we daar waren, hebben we 3 dansers ontmoet. En als wij dan weg zijn, dan gaan zij de danslessen vervolgen op de school, op KDM. Dus KDM gaat in het vaste schoolprogramma danslessen opnemen. En dat wordt door Indonesische dansers dan gegeven. Dus op die manier is een Jazz & Dance project duurzaam.